Een grote controleactie in het Eindhovense stadsdeel Tongeren. Tientallen medewerkers van de politie, belastingdienst, woonbedrijf en het UWV hebben vandaag de buurt uitgekant. Ze keken naar illegale bouwpraktijken, uitkeringsfraude, illegale kamerhuur, openstaande boetes en leerplicht. Ook werden verschillende bedrijfspanden bezocht. Het is de tweede keer in 5 maanden tijd dat Tongeren wordt gecontroleerd. De eerste keer gebeurde dat vooral in het Hofke. Daar zijn vandaag hercontroles geweest.